Hi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je mijn veel producten laten zien van juli en augustus. Het zijn niet heel veel producten, dus dat is op zich een goed teken. Maar er zitten er toch een paar in die ik met jullie wil gaan delen. En ik ga uiteraard vertellen waarom ik ze niet fijn vond. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik niet fijn vond, zou ik even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met een Natural Tan Serum van Catrice. Dat is deze. Dit is een serum dat een self-tan zou geven en een healthy glow en zich aanpast aan de skin tone. Hij is DHA vrij en je zou er een sun-kissed look van krijgen en ja, dus een healthy glow en dat soort dingetjes. Dit is de kleur 01 Light Tan. Hij komt dus in een doosje. Ik zal hem eventjes eruit halen. Dan is dit het flesje met het serum. Dit werkt gewoon met een pipetje. Kijk, hier zit hij dan in. Ik zal hem eventjes swatchen op mijn hand. Ik heb gewoon een klein beetje gedaan, anders gaat het zo lopen. Hij heeft ook wel echt een beetje zo'n geur van zonnebrand. Ik smeer het een beetje aan mijn neus nu. Dat is niet zo fijn. Kijk, dit is hem dan. Hij zit dus hier. Ik denk dat je hem niet eens heel goed kunt zien. Ik ging dit product gebruiken en ik dacht, nou, het zou best wel leuk zijn als je hier inderdaad een beetje een meer kleur van zou krijgen. Ik ben echt zo'n wit persoon van mezelf, dus nou, heel veel kleur krijg ik niet. Maar het deed echt letterlijk helemaal niks voor mijn gezicht. Ik bleef gewoon net zo wit als altijd. Op zich is het een fijn serum. Maar omdat hij echt wel een zelftan belooft, had ik zoiets van, nou, dat vind ik het gewoon niet zo geslaagd. Want ja, gewone serums heb ik genoeg. Maar juist vanwege het zelftan effect was ik er wel benieuwd naar. Ik kreeg er ook geen gloed van of zo, of een glow. Dus nee, voor mij werkte dit product echt absoluut niet. Het is leuk bedacht, maar ik vond de uitwerking echt helemaal niks. Dus ik vond dit zeker geen aanrader. Ja, dan heb ik een mascara van Max Factor. Dit is de False Lash Effect mascara. Die komt ook in dit doosje. Dit is een mascara die een vals wimper effect zou beloven. En hij zou ook de omvang van je wimpers verdubbelen. Ja, ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Ik hou altijd wel van mascara's die net iets meer zouden doen als gewoon de wimpers zwart maken. Hij heeft allereerst een mega borstel. Het is niet echt een borstel waar ik heel warm voor loop, omdat hij meer van plastic is. Hij heeft hele korte haartjes, dus dat vond ik al niet heel fantastisch. Maar deze mascara deed letterlijk niks voor mijn wimpers. Ja, ze werd zwart. Maar het was niet dat ik dacht van dit effect is fantastisch. En ik heb wel vaker mascara's geprobeerd die dan inderdaad zo'n effect beloven en die het dan ook wel echt waar maakten. Maar deze deed gewoon echt niks. En dat viel me best wel tegen, want ik had hier best wel hoge verwachtingen van. Maar helaas werden die niet waargemaakt door deze mascara. Dus nee, ik zou deze zeker niet aanraden. Ja, er staat ook echt nog wel bij dat de mascara het beste effect zou geven als je de eerste laag aanbrengt op vetvrije wimpers en ook droge en gekrulde wimpers. Ja, je zou ook je poederkwast nog over je wimpers moeten laten gaan, zodat de formule goed hecht. Maar ik vond de mascara gewoon geen aanrader. Dus nee, deze die is het voor mij zeker niet. Dan heb ik een Prime Plus Studio Poreless Skin Blurring Putty Primer van Essence. Dat is deze. Deze is siliconenvrij. En heeft een smoothing squalene. De primer zou heel licht zijn van structuur. Dus eigenlijk lichtgewicht. En hij belooft dus eigenlijk om je poriën wat kleiner te maken. En doordat er ook geen siliconen in zit, is dat natuurlijk altijd wel heel fijn voor de huid. En hij heeft gewoon eigenlijk zo'n opening. Ik weet niet of je dat goed kunnen zien. Ik zal hem eventjes een beetje aanbrengen. Dit is dan de primer. Je ziet inderdaad echt dat het een beetje een dikke primer is. Een booty primer. Dus dat merk je al wel.
Alleen mijn poriën bleven gewoon net zo groot als dat ze waren. Het was niet dat deze primer mijn poriën kleiner maakte. Hij heeft een roze structuur, wat op zich gewoon prima is. Kijk, je kunt hem heel makkelijk uitvegen. Alleen, omdat hij echt beloofde de poriën wat te verkleinen en ik dat niet zag, dacht ik van, nou, dat vind ik dan toch niet echt een werkzaam product. Omdat ik heb genoeg primers die niks beloven, dat is prima. Kijk, voor een gewone primer is hij perfect, maar wil je echt dat hij je huid ook wat gladder maakt en je poriën verkleint, dan is het gewoon geen aanrader. Want mijn huid zag er echt niet gladder uit of ik had echt geen kleinere poriën met deze primer. Dus deze vond ik helaas niet fijn. Dan heb ik weer een mascara van Catrice. En dit is de Glam & Doll Sensitive Volume Mascara. Dit is een mascara. Hij heeft gewoon de Glam & Doll verpakking die we wel kennen. Het is zo'n mascara die dus heel geschikt is voor mensen ook met gevoelige ogen. En ook voor mensen die contactlenzen gebruiken. Nou, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Maar de mascara deed niks voor mijn wimpers. Het is wederom weer zo'n borsteltje waar ik niet warm voor loop, helaas. Dus het is een beetje het kleine haartje, zeg maar, weer van plastic gemaakt. Maar omdat de mascara qua volume echt helemaal niks deed voor mijn wimpers, denk ik van ja, hij maakt me weer bezwart. Maar als dat het is en je belooft echt een volume mascara te zijn, dan vind ik het toch wel een tegenvaller. Dus ook deze vond ik helaas niet fijn. Dan heb ik een product en dit plakt al helemaal. Dus ik heb hem even in een zakje gedaan. Het is de Victoria Vin Salon Gel Polish Base. Het is dus een rubber base coat waarmee je je nagels sterker zou kunnen maken. Ik ga hem niet opendraaien, want hij pikt echt aan alle kanten. Hij heeft gewoon een basic kwastje. Maar met dit product, dit kun je gewoon aanbrengen. Daar kun je je nagels gewoon mee lakken. Daar krijg je dus een gellaagje van. Die droog je even uit onder de lamp. En daarna zou je dus ook heel makkelijk gellak kunnen aanbrengen. Ik heb het vooral geprobeerd met gewone nagellak. Ik merkte wel dat de nagellak langer bleef zitten. Alleen dit product zelf liet gewoon heel snel los. Het was al heel snel dat het er weer af lag. Het belooft echt een paar weken te blijven zitten. Maar ik heb op een gegeven moment, ik moest zo vaak het opnieuw doen. Toen was ik er klaar mee. Ik denk, ik haal het eraf. Ik merkte wel echt dat mijn nagels steviger werden van het product. En misschien doe ik iets fout hoor. Misschien is er iets wat bij mij niet goed gaat. Ik ben natuurlijk geen professioneel op nagelgebied. Maar ja, als ik dan, ik heb ook even wat filmpjes op YouTube gekeken. Het zag er allemaal zo makkelijk uit. Maar het laat bij mij gewoon heel snel los. Dus de hechting vond ik gewoon niet fantastisch. Dus ja, vandaar dat ik hem toch niet aan zou raden. Hoe fijn ik het ook vond dat mijn nagels sterker werden. Mijn nagellak beter bleef zitten. Hij heeft gewoon niet het langdurige effect. Omdat ik echt soms na 3 dagen het gewoon weer opnieuw kon doen. En daar baalde ik van. Dus daarom vond ik hem niet fijn. Het laatste product is wederom een mascara. Het is de Glam & Doll Easy Wash Off Power Hold Volume Mascara. Dit is dus een mascara die heel makkelijk van je wimpers af te wassen is met enkel alleen wat water. Volgens de beschrijving. En hij zou dus volume geven. Nou, daar gaan we weer. Deze heeft meer een gebogen borsteltje. Weer van plastic, niet mijn ding, heeft korte haartjes. Op zich kon je de mascara er prima mee aanbrengen, maar die volume was weer heel ver te zoeken. Ik moet ook zeggen, ik kreeg het er niet makkelijk af met alleen een beetje water. Ik gebruik toch liever wel persoonlijk een make-up remover. Maar goed, voor het snelle afwassen van je
make-up zou het natuurlijk ideaal geweest zijn. Voor mij werkte dat niet. Maar ook, ja, ook deze gaf gewoon geen volume, weet je. Ik kreeg zwarte wimpers, maar het is niet dat ik er hele mooie wimpers van kreeg die volume gaven. Als ik dan kijk op de website van Catrice, staan er voorbeelden hoe de wimpers eruit zouden kunnen komen te zien. En die van mij kwamen zeker niet in de buurt. Dus nee, ook deze vond ik helaas geen succes. Dus die zou ik ook niet aanraden. Want ja, het resultaat is gewoon heel ver te zoeken helaas. Nou, dan waren dit al mijn vulproducten van juli en augustus. Zoals ik al zei, het waren er niet zo heel veel. Dat is ook wel eens een keer een goed teken. Helaas heb ik voor deze maand alweer een aantal producten liggen die ik niet fijn vond van het testen. Dus ja, die moeten alweer in het mandje. Veel mascara's dit keer. Ja, ik vind het toch altijd jammer, weet je. Je hebt toch vaak wel echt verwachtingen van een product. En als het dan tegenvalt, is het altijd jammer. Voor de mensen die de vraag hebben, wat doe je nu met de producten die je niet fijn vindt? Ik probeer ze wel op te maken. Kijk, zoals een primer, breng ik dan gewoon aan als primer. Dan weet ik gewoon, het resultaat is er niet na. Maar ik probeer de producten sowieso wel gewoon op te maken. Omdat ik het zonde vind om ze weg te gooien. Dus dan maak ik ze gewoon op. Maar het zijn dus producten die ik niet meer opnieuw zou kopen. Dus dat wil ik er even bij zeggen. Mocht je nou nog tip hebben voor die nagelbase. Hoe het misschien wel lang zou blijven zitten. Mocht je daar bekend mee zijn. Laat het dan zeker even weten bij de comments. Want ik... ja, zou het toch wel heel fijn vinden als het wat langer zou blijven zitten als wat het nu doet. Omdat ik toch de negatieve ervaring ermee heb. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om te zien. Ik ben wel benieuwd of jij als een van deze producten hebt getest. En of dat jouw mening misschien compleet anders is. Dat kan natuurlijk. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren door dat rondje met mijn gezicht te drukken. Op mijn kanaal zelf staat een rode button. En als je die aanklikt, krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk, doe zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doei!